Nou, vandaag is een hele bijzondere dag. De golfdag in Almeerderhout. En dat is voor dokters van de wereld. Er wordt gegolfd en vanmiddag is er dan een programma met muziek. Er is een diner, er zullen artiesten optreden. Er is een loterij waar geld mee wordt ingezameld. En ook een veiling met hele mooie spullen. Verkocht aan die meneer. Dus ja, ik denk iedereen werkt mee aan een goed doel. Ik ben het toernooi opgestart omdat ik in contact kwam met mensen die bij Dokters van de Wereld werken. En ik was geraakt door de passie die zij uitstralen over het werk wat ze doen. En realiseer je dat er zorg in Nederland zo bikkelhard nodig is. En niet toegankelijk is voor iedereen wat het gewoon zou moeten. Dokters van de Wereld is een medische vrijwilligersorganisatie. En wij helpen mensen in Nederland die moeite hebben om bij de dokter te komen om die stap te zetten. Bij Dokters van de Wereld gaat de dokter op zoek naar de patiënt in plaats van andersom. Dus wij rijden met zorgbussen het land in, de cliënten bezoeken en zo mensen in contact brengen met de dokter. Wij doen natuurlijk mee voor Dokters van de Wereld, omdat het een hartstikke mooi initiatief is. En het is ook heel noodzakelijk. Het is gewoon hartstikke belangrijk dat alle mensen goede medische zorg kunnen krijgen in Nederland. Wij staan hier vandaag omdat wij Dokters van de Wereld willen supporten. We vinden het een heel mooi initiatief. En daar willen we graag aan bijdragen. Nou, ik vind het belangrijk om me hiervoor in te zetten. Omdat ik denk dat ik naast mijn betaalde werkzaamheden af en toe mijn werkzaamheden kan verrichten om in te zetten voor het goede doel. Ik mag met gepaste trots hier in dit veld kijken, op deze baan. Naar de mensen die gekomen zijn op mijn uitnodiging om deel te nemen. Geweldig. Dank jullie wel.